Een nieuw stadion voor voetbalclub Feyenoord. Het lijkt verder weg dan ooit. De voetbalclub zelf zit in financiële problemen. En de gemeente Rotterdam moet fors bezuinigen. Het nieuwe stadion aan de Maas krijgt steeds meer weg van een luchtkasteel. Vol trots werden 3 jaar geleden de plannen gepresenteerd voor de nieuwe Kuip. Tegenover de oude Kuip moet die komen, pal aan de Maas. Goed voor de stad, dat zien ze ook wel in de gemeenteraad. Voor een stad als Rotterdam is het wel heel belangrijk dat we ook hier een groot en een mooi voetbaltempel hebben. Die ook te gebruiken is voor allerlei andere evenementen als concerten. Dat is ook economisch van belang voor de stad. Want de oude Kuip werd ingehaald door de Amsterdam Arena en het Gelredome met hun uitschuifbare daken, waardoor popmuzikanten Rotterdam links laten liggen. En Feyenoord wil een groter stadion met meer stoelen en skyboxen. Door de Nederlandse kandidatuur voor het WK in 2018 kregen de plannen vleugels. Rotterdam hoopte op geld dat daarvoor beschikbaar zou komen. Maar het WK ging naar Rusland en nu moet de gemeente bijspringen. Met een lening van 150 tot 200 miljoen. Waarvan het hoogst onzeker is of dat geld ooit terugkomt. Terwijl de grote steden flink moeten bezuinigen. Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Ga je het bejaardenzwemmen steunen? Ga je het nieuwe politiebureau steunen? Of ga je dat stadion steunen? En bij het stadion is het dan het punt. Uiteindelijk, als dat stadion niet exploitabel blijkt te zijn, je hebt subsidie nodig, dan komt die subsidie uiteindelijk gewoon terecht in hogere spelersalarissen. En moeten we die steunen? En voor de Partij van de Arbeid staat voorop dat je in deze tijden het geld wat je hebt investeert in mensen en niet in stenen. Dus ja, zo'n stadion heeft toch minder prioriteit. Ja, voorlopig geen stadion? Voorlopig geen stadion. Er zijn alternatieven, maar die lijken stuk voor stuk onhaalbaar. Ook van de grootste oppositiepartij Leefbaar Rotterdam mag een nieuw stadion de stad geen geld kosten. Economisch gezien, een slechte moment kan er bijna niet zijn om zo'n keuze te moeten maken. Maar nogmaals, wij staan in principe positief tegenover een nieuw stadion. Maar we moeten het uit kunnen leggen aan de burgers van Rotterdam. De definitieve beslissing over de nieuwe Kuip neemt de gemeenteraad eind dit jaar.